Vandaag in de Cultuurkelder bespreken Kasper C. Jansen en Michiel Liwma het televisieprogramma Over Mijn Lijk. Het slotwoord is aan Youri Dingemans. Hoi, ik ben Sylvia, 27 jaar en ik heb uitgezaaide eierstokkanker. We hebben nu net een fragmentje gezien van Over Mijn Lijk. Dit is een programma van de BNN dat al een aantal jaar loopt. Gepresenteerd door voormalige voorzitter Patrick Lodiers. Het programma begint als volgt. Hey. Oké, dit programma... In your face. Dat zegt me veel over wie het programma faciliteert. Ja. BNN, oftewel een omroep van de reeds overleden Bart de Graaf. Die met deze omroep zijn wens in vervulling zag gaan. Die brutale Bart de Graaf, nierpatiënt en laatste wens. Die drie dingen komen dan bij elkaar in die omroep BNN. Dat zit eigenlijk al in het begin. In de ident. Lief meisje. Ja. En dan Over Mijn Lijk. Dus dat zit al brutaal, zielig, contrast. Nou, dan krijgen we dus de leader van het programma. Hi, ik ben Annemiek, ik ben 35 jaar en ik heb galwegkanker. Ik ben Mark, 27, ik heb huidkanker, volledig uitgezaaid. Ik zie 5 jonge mensen die glimlachend hun voornaam, leeftijd en kankervariant opsommen. Dat is blijkbaar de essentiële informatie hier. Met vrolijke muziek eronder. Epische muziek, zou ik zeggen. Episch zelfs, deze muziek zegt mij... Dit zijn niet zomaar mensen, dit zijn helden. Dus wat is hier de bedoeling van? Op basis van deze lieder, wat kunnen we zeggen over dit programma? Gaan we zien hoe heldhaftig het is om kanker te hebben dan? En een vraag die ik hier ook over wil stellen is, waarom 5 mensen? Je hebt een programma van een half uur dat je wekelijks uit gaat zenden. Je hebt een heftig onderwerp. Ja. Is 1 jonge persoon met kanker die doodgaat niet genoeg? Is het niet moeilijk genoeg om binnen een half uur daar een goed beeld van te geven, van hoe dat is? Yeah. Waarom moeten het er 5 zijn? Het zijn geen 5 totaal verschillende mensen, op het eerste gezicht dan, hè? Yeah. Het zijn 5 jonge mensen, redelijk hip ook, uitziend, met kanker. Ja, contrast. Ja, maar dus wel 5 keer ongeveer hetzelfde contrast. Yeah. En dezelfde ziekte. Ja. Die we allemaal best goed kennen inmiddels. Deze 5 jongeren hebben kanker en weten dat ze niet lang meer te leven hebben. Het afgelopen jaar heeft Patrick ze gevolgd op de goede, maar ook de mindere momenten. Het is wel een flinke jaap, hè? Maar rustig wachten op de dood willen ze niet. Ze proberen er juist nog een mooie tijd van te maken. We gaan laten zien hoe zij lijden, maar ook hoe zij ondanks dat leed toch... blijven genieten van het leven. Ja. Hier wordt bevestigd dat deze 5 mensen ongeveer hetzelfde geportretteerd gaan worden. Ja, want ze worden alle 5 in 1 keer omschreven als 1 groep. Ze wekken de schijn, daarmee vind ik, dat iedereen die deze specifieke ziekte heeft, ook meteen verandert in een strijdlustige vechter. Ja. En dat bereiken ze door er niemand in te stoppen die zegt... Ik ben Simon, ik ben levensmoe en flikker allemaal maar op. Dit is het 5e seizoen van dit programma en de aankondiging laat echt niets te raden over. We gaan niet kennis maken met deze mensen, we gaan niet ontdekken hoe ze erin staan. Nee, hoe ze erin staan, dat weten we al. Zo staan ze erin. Het programma weet precies wat het gaat tonen en welk gevoel het gaat uitdragen. Dat ligt allemaal vast. Alles is afgestemd op dat gevoel, of die 2 gevoelens dan, hè, die we al gezien hebben in de ident, die ze willen uitdragen. Yeah. Het is gewoon een machine die stervende mensen verwerkt en omzet in BNN Entertainment. Ja, precies. Dat is mijn vooroordeel nu. Ja, en dat alles om ons, kijkers, te informeren. Ja. Dus dat what if, als je het ook krijgt, nou, weet je, dan denk je misschien wel dat je als een plantje in je huis gaat liggen vegeteren. Ja. Maar je ziet al, deze 5 zetten nog vol levenslust. Ja. Ze kunnen in ieder geval nog... richting het scherm lopen, over allerlei fluoriserende kleurtjes naar ons toe. En dat ziet er allemaal zo gezellig uit. Dus je leven is echt niet voorbij, hoor, als je opgegeven bent. Maar ik moet eerst een vraag stellen over je ogen, want wat zie ik precies? Patrick Lodiers stelt vragen. Ja. Hij heeft ook besloten om zichzelf in beeld te portretteren. Ja. Ja, dit zijn bloedingjes. En die zijn eigenlijk even spontaan ontstaan. Omdat ik... ik heb dus acute leukemie. En door de ziekte... maak ik heel veel witte bloedcellen aan. Waardoor je hebt de 3 rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. En En de rode bloedcellen en de bloedplaatjes die raken in verdrukking. En... Maar het ziet er wel spectaculair uit. Patrick Lodiers onderbreekt deze, in mijn ogen, interessante uitleg met een stompzinnige opmerking. Want daar heeft die jongen niks aan dat het er spectaculair uitziet. Ja, ik zou denken dat hij met die opmerking iets positiefs wil toevoegen of iets luchtigheid in het programma wil krijgen. Maar ik denk ook, dus blijkbaar vind je die uitleg niet interessant. Ja, ik heb echt het idee ook weer dat hij daar contrast mee wil aanbrengen. Van je bent wel ongeneeslijk ziek, maar dat laat onverlet dat je het er ook spectaculair uit kan zien. Ja, dus het valt nu op zich wel mee. Ik stond ermee op met echt paarse ogen over heel mijn oogwit, zeg maar. Maar het is ook zo, omdat jij van die mooie, snoeiharde blauwe ogen hebt, is het helemaal zo'n enorm contrast. Ja. Ja. Daar is het woord contrast ook. Ja. Ja. Er is nou letterlijk visueel contrast. Ja. En dus hij gaat er nog op door ook, hè? Ja. Dus die jongen zegt al, ja, grappig, leuk. En hij begint nog een keer over de aandoening zelf. En dan onderbreekt Patrick hem nogmaals om nog een keer te wijzen op het spektakel. Van zijn ogen. Van zijn ogen. Maar je hebt dus acute leukemie, maar wanneer ga je dood? Hebben ze daar een termijn op geplakt? Deze botheid, vooral dat er opgeplakt, is volgens mij bewust. We gaan niet moeilijk doen over dit onderwerp. Ik ga deze vraag niet inkleden. Ik ga hem niet beleefd stellen, ik stel hem bot. Ja. Want wij zijn BNN. Precies, dit is de sticker. Het bottennieuwsnetwerk. Maar je kunt deze vraag best stellen en dus open zijn over dit onderwerp zonder het zo bot te formuleren. Je kunt vragen, hebben de artsen jou een indicatie gegeven van hoe lang jij nog te leven hebt? Dat is ook heel direct, maar op een, gewoon een beleefde toon waarin volwassenen doorgaans met elkaar praten. Ja. Ja, dat is heel gek, want je kunt dus eigenlijk direct zijn en toch fatsoenlijk. Ja. En dat vinden heel veel mensen in Nederland heel moeilijk. Want het is altijd één van de twee schijnbaar. Het is altijd of je bent fatsoenlijk en dan laat je alle heilige huisjes staan. Of je bent direct en dan ben je ook meteen een oetlul. Ja, precies. Ja, precies. Dat zie je bij Geen Stijl ook. Toen Max hoorde dat hij niet lang meer te leven had, wilde hij alleen nog maar tijd besteden aan zijn familie en vrienden. Dat deed hij dus ook. Nog kaal van de chemo ging Max feestend het leven door. De voice-over maakt ook grote stappen. Grote stappen, snel thuis. Hij wil tijd besteden aan familie en vrienden en dat deed hij dus ook. Dat is een mededeling die ik troostrijk vind. Ja. En dan vervolgens, hoe deed hij dat? Nog kaal van de chemo ging Max feestend het leven door. Maar hij gaat gewoon zijn tijd doorbrengen met familie en vrienden. Hij gaat niet feestend het leven door. Of het nou voor haar vriend is of voor haar paard, Sylvia gaat nooit onopgemaakt de deur uit. En als je haar zo fris en fruitig op het paardje ziet hobbelen, zou je het niet zeggen, maar Sylvia is doodziek. Dit geldt voor alle kandidaten. Ja. Geen enkele van de kandidaten ziet er doodziek uit. Dit gebruiken ze om haar te omschrijven, maar dit had ook in de algemene leader kunnen zitten. Dit onderscheidt haar niet van de rest. Waar zit de kanker dan nu allemaal? Ja. Dat is een vraag die hij aan alle deelnemers kan stellen. Ja. Voornamelijk in mijn buik. En dan moet je denken aan mijn darmen en mijn nieren, bij mijn maag in de buurt. Ja, onderin, allemaal op de buikvlies, zeg maar, wat allemaal onder de organen heen zit, dat zit zeg maar onder. Dus nou, het zit niet echt in de darm, het zit op de darm. En ja, dat zit eigenlijk in mijn hele buikvlies, of op mijn hele buikholte, zeg maar, al het buikvlies zit toch wel echt onder. Dus het is gewoon echt overal uitgezaaid. Nee, het zat, waarom hebben we nou de in-your-face benadering? Ja. En waarom gaan we nou heel precies moeten zeggen waar het allemaal zit? Als jij vervolgens weer zegt, dus het zit overal. Ja. Dus je ziet zelfs dat het schadelijk wordt. Dat zijn benadering van doodzieke mensen op dezelfde manier ertoe leidt dat hij ze meteen generaliseert. Ja. En hoe lang kan je daar nog mee leven? Dat is ook zo'n vaste vraag, hè? Ja, dat kan die ook aan iedereen stellen. En ik denk soms wel eens van, misschien hebben ze gewoon het verkeerde dossier bij de verkeerde patiënt. Ja, toch? Kijk, als je het niet voelt en je ziet er niet zo uit, maar helaas. Het is wel waarheid. Ze verleidt me echt voor die hypothese. Ja. En dan vervolgens zegt ze, maar helaas, het is wel waarheid. Ja. En dat komt even binnen, want dan denk je, ja, dat is ook de waarheid. Ja. Het is ook gewoon, zij is gewoon ziek. Ja. En het doet pijn en dat zijn we aan het ontkennen. En daar wordt het even echt. Ja. Heel eventjes. En die waarheid lijkt ook inderdaad tot haar doorgedrongen te zijn. En is die waarheid al tot je doorgedrongen? Ja, dat blijkt, hè. Dat is echt ze. Het is de waarheid. Het is tot haar doorgedrongen nu. Ja. Maar wat wil hij dan nog meer, denk ik? Ja. Wil hij dat zij gaat huilen? Ja. Dat is mijn verdenking hier. Nou, dan krijgen we dus ook weer bij haar beelden van het uitgaansleven. Je ziet haar bij een concert van Kane. Er wordt echt een plaatje gemaakt. Ja. Deze mensen zijn doodziek. Maar ze hebben echt een leuk leven. Ja. Ik vind het mooi om te zien hoor, dat ze nog naar een concert gaat. Daar wil ik ook zeker niet denigrerend over praten. Ik ga naar een concert om een excessbeleving te ervaren. Ja. En dan altijd houdt die beleving op. En ik frustreer me ook altijd een beetje aan het einde. Is dit al het moment dat we ophouden? Ik was net aan het genieten van Depeche Mode. Ik heb 2 uur lang alles over me heen gekregen. En moet je toch weer weg. En dan loop je over die plastic bekertjes heen. Ja, ja. Je wordt eruit geveegd. Mensen zeggen van opgeflikkerd. We moeten nu nog een concert. Nu gaan we Justin Bieber doen voor de andere 100.000 mensen. En je wordt een beetje door... En dan denk je, eigenlijk is het een toertje. Ik had een excessbeleving, maar eigenlijk is het een toertje. Ik vermoed, als ik nog maar 10 dagen te leven heb en ik heb zo'n concert, dan dat eerst viel mij die Depeche Mode op, maar als ik nog zo kort te leven heb, dan valt dat wegen op. Ja. En dan vallen mij andere dingen op. Dan valt me dat lopen over die plastic bekertjes valt me misschien op. Ja. Daar gaat het niet over. Nee. Het gaat over, maar je gaat dood en je gaat naar Kane. Vet man. Ja. Fijn dat jij dat doet. Nu ben ik iets minder bang voor kanker. Take me to an early grave. Ja. Daar zit ook weer dat contrast in. Iemand bij BNN, misschien de stagiaire, heeft als baan op iTunes liedjes te zoeken die dat contrast hebben. Vrolijke melodie, vroeg sterven. Dan gaat Patrick kennis maken met iedereen. Dat hele stuk, ik snap eigenlijk niet waarom dat erin zit. Ik vind het heel saai. Ik vraag me af, moet ik dit boeiend vinden alleen maar omdat ik weet dat deze Annemiek die ik nu zie doodgaat? Ik kan me ook voorstellen dat het heel confronterend is. Je ziet allemaal vrienden en familie. Mm-hmm. En jullie zitten allemaal in een huisje. En, ja, je weet waarom je het doet. Dat, omdat ik waarschijnlijk over, weet ik veel, zoveel tijd er niet meer ben. Over hoeveel tijd? 3. Dit is de derde keer dat hij het vraagt. Over hoeveel tijd. Dit vraagt hij aan iedereen en dit kun je aan iedereen vragen. We willen dat klokje horen tikken. Ja. Sensatiezucht zie ik er ook in. En dan komt er een gesprek. En met de dokter van Max. Ja, we hebben een heel goed samenwerkingsverband, vind ik. Ja, ook. Om te zorgen dat het zo goed mogelijk met hem gaat en zo lang mogelijk. Dat is ons gemeenschappelijk doel. De eerste keer dat ik dat hoorde, dacht ik meteen, ja, dat vind ik goed gezegd. Dat is eigenlijk alles. Zo goed mogelijk, zo lang mogelijk. En het hele leven is dat. Zo goed mogelijk, zo lang mogelijk. En dat is eigenlijk, als je kanker hebt, nog steeds hetzelfde. Alleen is het allemaal wat acuter. Ja, en het wordt voorgesteld als een gemeenschappelijk doel. Dat is een hele mooie formulering. Ja. Een hele troostrijke formulering. Ja. Want het eerste wat je voelt is, alles gaat door en ik ben alleen. Ja. En deze dokter zegt eigenlijk, we doen dat samen. Dit was hem. Echt waar, joh? Ja. 4 keer een maand. Ja. Want je mocht er niet uit, hè, uit deze kamer. Je zat, het is gewoon een cel gewoon. Ja. Maar dat vond ik dus helemaal niet erg. Totdat ik laatst 2 weken geleden hier naar binnen keek en dacht van... Jezus, hoe heb ik dat ooit kunnen doen? En toen besefte ik me dus hoeveel hoop kan doen met je... of zeg maar de overtuiging dat je kan genezen, hoeveel je dan accepteert. Hoeveel je kan incasseren als je een hoger doel voor ogen hebt. Dus weer interessant. En wat zegt Patrick Lodiers? Maar dat is het bijzondere, want het hogere doel, dat is weggeslagen. Dat impliceert Max al, hè? Hij zegt al... Toen had ik hoop, toen wilde ik in die kamer liggen, als ik maar kon genezen. En nu denk ik, hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Met andere woorden, die hoop heb ik niet meer. Hij zegt dat al. Ja. En dan moet Patrick dat toch nog even benadrukken. Die Max, die maakt op mij de indruk van iemand die heel goed beseft dat zijn hoop is weggeslagen. Ja. Als je dat daartegen zegt, dan kan ik alleen maar je verdenken van sensatiezoekerij en tranentrekkerij. Wat Sylvia ook op heeft moeten geven is haar kinderwens. Tot groot verdriet van Sylvia en haar vriend Luc... zijn Sylvia's eierstokken en baarmoeder noodgedwongen verwijderd. Maar er is leuk nieuws. Sylvia's eigen paard Donna is drachtig. Ik vind dit echt stuitend. Ja. Dit is niet eens contrast eigenlijk. Want het een valt in het niet bij het ander. Ja, het ene verpulvert het ander. Nou, alles is goed. Nou, dat is mooi. Ja? Dat is toch nog maar afwachten altijd, hè? Ja, maar het is een betere uitslag dan jij hebt gehad in het ziekenhuis. Dat is een betere uitslag dan jij hebt gehad in het ziekenhuis. Zie je hoe ik... met mijn filosofische manier van denken dingen aan elkaar kan koppelen die voor jou totaal verschillend zijn. Wij hebben dit programma zo kaal geplukt dat er geen betekenis meer in zit. En we hebben ook 5 dezelfde mensen uitgezocht, dus daar kunnen we ook al geen betekenis aan ontlenen. En we luisteren niet naar ze, dus daar kan ook al geen betekenis uit voortkomen. Maar dit gebrek, daar heb ik lang over nagedacht. Hoe lossen we dit gebrek nou op? En toen bedacht ik, ik heb zelf ook gedachten en die plak ik nu op jou. Ja. Dat is heel raar om je dat te bedenken. Ik was gewoon zwanger, terwijl ik die kanker al had. Dan groeien de twee dingen. Ja. Ja, twee, leven en dood. Dit is de tweede keer dat hij diezelfde filosofische overdenking heeft. Ja. Het was leven en dat was dood. Je hebt filosofie van de koude grond, maar dit is de filosofie van de bevroren grond. Dit is permafrost. En ik heb eigenlijk een gedachte terug voor Patrick Lodiers. Laten we zeggen een... Noem je dat? Een ijspriem. Het enge aan kanker is dat jij het zelf bent. Dat het jouw cellen zijn die heel enthousiast gaan leven, waardoor jij doodgaat. Het is niet zo'n scherp contrast. Precies. Leven is een beetje dood en dood is een beetje leven. Ja. Hij stopt met denken zodra hij een contrast heeft. Ja, dan is hij op de eindconclusie. Ja. Twee, leven en dood. Ruimte-innemende processen. Twee ruimte-innemende processen. Dat vind ik eigenlijk al beter geformuleerd. Ja. En dan zegt Patrick... Leven en dood groeien in jou. Hij herhaalt het nog eens. Ja. Dus, en nu hebben we alle instanties hiervan gehad in deze aflevering. Flashforward, laten we eens even zien hoe deze gedachte doorgewoekerd is. Ja, ja. Mark wordt geïntroduceerd in aflevering 2. Mark is samen met zijn vriendin onderweg naar een ziekenhuis om uit te zoeken of zij zwanger kan worden. En hij gaat tegelijkertijd voor een onderzoek. Ja. En dus uiteindelijk is dat een hele mooie grond voor diezelfde filosofische mededeling. Ja. En die gaat hij ook doen. En is het dan vandaag niet gek? Want jij gaat voor een onderzoek voor nieuw leven. En jij krijgt zo meteen een uitslag over het einde van het leven. Hij heeft echt dus maar één gedachte... die hij naast zijn bed in een glas water heeft liggen. Het huidige seizoen waar we tot nu toe uit geciteerd hebben, is nog gaande. Mm-hmm. Er zijn nu nog maar 2 afleveringen van uitgezonden. Mm-hmm. Maar we wilden ook graag zien hoe eindigt zo'n seizoen. Dus we hebben het einde van het vorige seizoen bekeken. Eén moment daarin viel ons op. En dat is het moment dat Patrick naar Marieke gaat, die in het ziekenhuis ligt. Ja, Marieke zat in de tour van 2 jaar geleden. Ja. Ze hebben geen oplossing meer. En wat betekent dat dan? Ja, dat ik een keuze moet maken. Maar tussen wat kan je dan kiezen? We weten toch al inmiddels 8 jaar en 4 seizoenen wat er staat te gebeuren. Tussen wat kan ze kiezen? Nou, wat denk je zelf? Ja. Wat denk je zelf tussen wat ze kan kiezen? Deze vrouw, het kan goed zijn dat zij vanavond niet meer leeft. Ja. Dit is haar laatste herinnering misschien. Ja. En daar staat Patrick Lodiers over haar lichaam gebogen... Ja. te vragen waaruit ze kan kiezen. Ja. Dus je zou verder gaan en doodgaan? En denk je daar nu over na dan? Ja. En wat denk je? Ik denk dat ik ermee ga stoppen. Echt waar? Echt waar? Echt waar? Ik dacht... Ja, wat dacht je? Lucas. Wat vind jij ervan? Ja, dan betrekt hij dus haar man Lucas erbij. Je ziet dat Lucas het echt moeilijk heeft. Ja. Die probeert zich te verstoppen voor de camera. Ja. Die wendt zijn gezicht af. We moeten nou eens even kijken hoe het loopt. Maar dit is zoals nu is in ieder geval, vind ik ook geen succes. Dat is ook niet hoe ik Marieke ken. Ik ben er klaar mee. Zal ik dan maar gaan? Eindelijk heeft Patrick door dat het awkward is. Ja. En hij zegt, zal ik dan maar gaan? Ja, ja, zegt zij, ja. En dan niet gaan? En hij gaat niet weg, hij gaat nog iets vragen. Hij denkt van, ik moet toch afscheid nemen. En nu komt Patrick erachter dat hij geen persoonlijke band met haar heeft. Ja. Want hij kan niet zeggen, ik hou van je. Nee. Dus hij moet iets verzinnen, ter plekke, wat niet ik hou van je is. Ja. En wat voldoende of afdoende empathisch is om weg te mogen gaan. Wat moet ik nou tegen je zeggen? Wat moet ik nou tegen je zeggen? Omdat hij niet weet, gooit hij het maar weer open. En Marieke doet een hele aardige suggestie. Dag. Ja. Dag. Ja. Want inderdaad, we hebben geen persoonlijke band. Ja, ja. En je kan niet, ik hou van je zeggen. Ja. Dus zij redt hem. Zeg gewoon dag. Zeg gewoon dag, dat mag van mij. Ja. Zij geeft nu toestemming om gewoon dag te zeggen. Zij kan, terwijl ze doodziek is, inschatten dat het awkward wordt. Haar hersenen werken zelfs in deze situatie nog steeds beter dan die van Patrick Lodiers. Ja, Patrick Lodiers probeert er dan toch weer iets meer van te maken. En die zegt... En tot ziens. En tot ziens misschien. Ja. Mooie vrouw. Nu dwingt hij haar tot een beslissing, echt, hè? Ik weet het niet. Ik heb altijd heel veel lol met je. Al die tijd die we samen hebben doorgebracht. Dat weet ik. Ik vind het leuk. Ik vind je leuk. Ik vind je leuk, ja. En dan kust hij haar nog een keer. Sterkte. Dankjewel. Ja, jij bedankt. vol, hè? Ja. Patrick zwaait nog een keer naar Marieke. Hij dwingt haar nog om haar hand onder de deken vandaan te trekken en nog terug te zwaaien. Ja. En Marieke zegt dag te zeggen en dan gaat hij eindelijk weg. Ja. Hier gaat echt iemand dood. Ja. En ik moet hier echt moeite voor doen om hiernaar te blijven kijken. Ja. Ik vind het echt zo ontzettend pijnlijk hoe veel missers Patrick Lodiers hier opstapelt in het proces om haar vaarwel te kunnen zeggen. Zij weet natuurlijk ook wel dat ze op tv komt. Dus hij zet haar onder druk door haar te blijven filmen en haar vragen te blijven stellen. En ook nog door een soort uitsluitsel van haar te verlangen. Die intimiteit die hij daar met haar creëert, vind ik vooral naar ten opzichte van die man van haar die daar in die hoek staat. Ik stel me voor dat ik die man ben dan, die in de hoek staat. En dan zie ik Patrick Lodiers, die ik een paar keer heb gezien. En die wat tijd heeft doorgebracht met mijn vrouw. Maar niet ontzettend veel tijd. Zo fluisteren tegen mijn vrouw. En ik vind je leuk. Ik vind je leuk. Ja, ik vind je lief. Van, Ga weg bij mijn vrouw, ik heb altijd heel veel lol met je. Ik vind je leuk. Zij komen binnenwalsen en ze hebben niet door dat dat binnenwalsen is. Zodra ze er zijn. Want ze zien natuurlijk, dit is hun team. Ja. Ze zien niet de impact van dat team. Ja. Als ik in een trein zit, dan denk ik wel eens van... Oh, dit is prachtige natuur. Ja. En dan vergeet ik dat er een trein doorheen deed. Want ik zit in die trein. Dit maakt misbruik van... dodelijk zieke mensen, om er daar infotainment van te maken. Ja, ja, met weinig info en veel tainment. Ja, ik wilde jou even reminden aan wat je zei over format. Want ik denk dat, dat vond ik een hele waardevolle toevoeging. Als Patrick ergens naartoe gaat, dan zie je heel duidelijk dat hij op die dag dat quoteje wilde hebben voor die emotie. Waarom zouden zij werken op die manier, denk je? Dat lijkt me gewoon heel simpel. We hebben al dat programma Je zal het maar hebben. En nu gaan we vol op de kankertour. Aflevering 1 zien we de intro, dan zien we ze aftakelen en de laatste, daar zien we ze sterven. Ja. En oké, dan gaan we dat even inplannen in de agenda. Ja. Oké, hoe lang duurt kanker ongeveer? Hij krijgt 3 maanden. Oké. Nou, de tweede maand, daar gaat zijn spraak achteruit. Dus die zitten we in aflevering 3. En zo moet het programma gemaakt worden. Want het is geen documentaire, het is niet... Want je zou ook iemand inderdaad een jaar kunnen volgen. Dat je bijvoorbeeld 5 dagen in de week daar 7 uur zit. Ja, maar dat kost geld. Dus ze willen dat... Ze willen dus het is een geldkwestie. Het lijkt mij heel erg een geldkwestie. Want ze willen gewoon vrij snel en goedkoop... een paar dagen inplannen om te komen filmen. Misschien wel nog 2 keer op 1 dag. Dus daarom zie je in de tweede aflevering ook Patrick teleurgesteld worden als iemand zegt van komt uit het ziekenhuis en zegt ik mag van de dokter toch niet naar dat festival. Ik moet maar naar huis en wielrennen kijken. En dan, we gaan naar mij thuis en we kijken de tour af, de Alpe d'Huez. Oh. Want dan denkt hij shit, in mijn schema stond dat vandaag de dag was waarbij we dit gingen doen. Voor dat en dat moment wat al helemaal uitgewerkt is. Dus als ik het even samenvat, wij vragen ons nu af van hoe kan het zo zijn dat dit er zo en zo uitziet? Ja. Het antwoord is, er is tijdgebrek, er is geldgebrek, er zijn speerpunten. En die speerpunten laten zich vertalen naar een afvinklijst. En zodra alles afgevinkt is, hebben we het programma. Ja. Ja, dus en daar hebben we dus echt mensen voor nodig die doodgaan om daar invulling aan te geven. Oké. Vrouw gaat dood, daar horen tranen bij. Oké, die wil ik. Oké, dan gaan we daar naartoe. Dat die man aan de kant moet gaan omdat die cameraploeg binnenkomt, is even onbelangrijk. Want we willen die tranen hebben. Nou, ze zegt, ga weg. Dan kun je zeggen, ik kan nog wel afscheid nemen, maar dat gaan we niet meer filmen. Want dat is gewoon niet onethisch. Als zij zegt, ga weg, om dan te blijven. Oké, wij doen het dus wel. Nou, dan heb je daar al scheid aan. En dan zeggen we, nu moet ik bedenken, hoe gaat zij toch huilen? En dan dwingen tot een beslissing. Dus zeggen, moet ik tot ziens zeggen of moet ik zeggen, ik zie je nooit meer terug? Dan moet zij zeggen, ik zie je nooit meer terug dan misschien wel. Oké. En dan komt er nog geen tranen en dan zie je hem, dan een kus. Ja. Zou je misschien kunnen huilen? En dan als je huilt, dan is het oké, je staat erop, joh, dag. Wat jij nu vertelt en wat volgens mij klopt, is een ontzettend cynische werkwijze. Ja. Dit is cynisch. Om zo met mensen om te gaan en zo naar mensen te kijken. En het is ook cynisch om op deze manier televisie te maken. Ja. Vinden jullie dat het programma Over Mijn Lijk de dood bespreekbaar maakt? Ik denk niet dat Over Mijn Lijk de dood bespreekbaar maakt. Nee. Ik denk dat Over Mijn Lijk de specifieke dood door de specifieke ziekte kanker bespreekbaar maakt. Dan zou dit programma kanker bespreekbaar kunnen maken in zoverre dat mensen die helemaal niet over kanker durven te praten, echt helemaal niet over durven te praten, dit zien en denken, oh, je kunt er eigenlijk wel over praten. Ja. Maar dan moet je vervolgens de manier waarop dit programma erover praat en de boodschap die dit programma uitdraagt, weer negeren en weer niet overnemen. Precies. Want die is weer niet goed. Precies, dus er gaat een heel kleine wind gepaard met heel veel schade, zou je zeggen.